nogal wat consternatie in de nieuwjaarsnacht hier in Olland. U bent er even wezen kijken, heb ik begrepen. Klopt, ik ben aanwezig geweest. Wat mij betreft een wat mindere start in die, wat calamiteiten betreft. Ik heb begrepen dat om 11:50 hier ter plekke het gaslek is ontstaan. Is gelijk brand bij ontstaan. Ik ben zelf ongeveer 2 uur ben ik ter plekke gegaan om toch polshoogte te nemen. Want de vlam was meters hoog, 1,45 meter hoog. En er was toch gevaar om het huis hier tegenover, wat op de achtergrond te zien is. Dat mogelijk toch door de vlammen gegrepen zou kunnen worden. En de brandweer heeft dat fantastisch met de waterscherm fantastisch nat kunnen houden. Dus gelukkig is daar geen verdere gevolgen opgetreden. Erik, je bent je hond uit aan het laten. Ja. Maar je maakt toch aan de verkleumde indruk. Ja, dat komt. Ik zei aan, ik ben niet erg warm van huis weggegaan. Het was een complete verrassing toen we vanmorgen eigenlijk een beetje van de kou wakker werden. En toen we het bericht hoorden wat er hier vannacht jammer genoeg allemaal in Holland heeft plaatsgevonden. Hoe heb je het gehoord? Ja, vanmorgen heb ik nogal wat WhatsAppjes gekregen en een paar telefoontjes. Van mensen die het gisteravond allemaal gezien hebben en die erbij betrokken. Nou, in ieder geval die de steekvlam vannacht gezien heeft. En ik kom net onderweg van hier naartoe hoor ik nog van diverse mensen dat het tot vannacht 5:30, 6 uur zelfs gebrand heeft. Dus een hele consternatie hier in Holland. De mensen zeggen dat het op zijn vroegst vanmiddag pas klaar is, maar ze durven ook niet met zekerheid te zeggen. Hoe ga je het warm krijgen? Nou ja, warmte hebben we natuurlijk hier in Holland al vanuit onszelf. Hè. De sfeer en de samenhorigheid brengt dus danige warmte met zich mee. Maar dat is dan ook onbekend en dat proberen we vast te houden. Het zou wel fijn zijn als we er ook nog een vuurtje bij hadden. En jammer genoeg ben ik een van de velen, denk ik, hier in Holland. Die de laatste jaren overgestapt zijn van hout naar gas voor het gemak. Ja, dan komen we er toch achter dat de hout nog niet zo verkeerd was geweest. Lopen trekken. Hij heeft alle complimenten voor de mensen die hier vandaag alweer voor dag en dauw aan het werken zijn om heel Holland weer warm te krijgen. Dus chapeau voor die mensen. Nou ja, dan laten we hopen dat dit het allerslechtste nieuws is van het hele jaar. Als het hierbij blijft, dan teken ik ervoor. Ik wens in ieder geval vanaf deze plek iedereen vanuit Sint-Oederode een heel gelukkig en gezond 2015 toe. Ja.